Yes, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Fortnite-update video. Als je wil, smash eventjes op het duimpje omhoog. Daarmee support je namelijk heel erg. Abonneren kan natuurlijk hier beneden. En jullie zien het, de itemshop van vandaag. En vandaag hebben we superveel items. Rechts onderin kun je de code teveelgevraagd invullen. En wie dat ook heeft gedaan, is Liam. Ik heb dit gekocht met jullie code. Kan ik in een video komen? Nou, Liam, je zit in de video. En natuurlijk ook heel erg bedankt dat je ons support. We gaan eigenlijk direct beginnen. Ik heb vandaag, jammer genoeg, weinig nieuwtjes. Maar wel een leuke update die gisteren is gekomen. Maar we gaan direct starten. Ja, laten we eerst eventjes kijken hoe ver we zitten in dit seizoen. Dan gaan we het zo meteen hebben over die update. Namelijk, we zitten op dit moment in season 2 natuurlijk. Op 73%. Nog 20 dagen lang en dan is het zover. Namelijk de start van season 3. Maar ja, we krijgen nog een aantal updates. Namelijk, we krijgen bijvoorbeeld dinsdag een grote update. En het leuke is, we hebben gisteren ook een update gekregen. Ja, ik teased het net al een beetje. Wat is dat voor een update? Nou, het is een kleine map change. Zo kun je het eigenlijk wel noemen. Want de phase 7 van de oorlog tussen IO en de 7 is van start gegaan. Wat betekent dat inderdaad IO een kleiner gebied heeft gekregen. En de 7 steeds meer gebied heeft ingepikt. Waaronder bij Tilde Towers. Namelijk bij Tilde Towers zijn verschillende dingen gebeurd. Namelijk allereerst is de blimp boven Tilde Towers is in Loot Lake gestort. Ja, wat boven Tilde Tower dus ligt. Dus dat is interessant om te zien. Dit hebben we natuurlijk al eerder vermeld. Maar dat is dus nu pas uitgekomen. Dat wist ik eerlijk gezegd niet eens. Maar wat er ook is veranderd is de huisjes bij Tilde Towers. Die zijn nu omgetoverd tot de 7 eigenlijk. Namelijk de 7 heeft alles overgenomen. Want eerst was het allemaal nog IO. Maar dat is dus niet meer. Dus zeker weten interessant. En ik ben heel erg benieuwd wat er op het allerlaatste moment gaat gebeuren. Het lijkt er echt op dat de 7 gaat winnen. Maar of dat echt gaat gebeuren, dat moeten we allemaal nog afwachten. Want zoals jullie weten, Fortnite is best wel onvoorspelbaar. Misschien hebben ze een geheim wapen of zo. Je weet het niet. We gaan er allemaal binnenkort achter komen, denk ik. We gaan nu door naar het volgende topic. Ja, en dit is eventjes een heel erg interessante. Namelijk, het is een nieuwtje over LEA. Namelijk, LEA is natuurlijk een internationale YouTuber. Ik denk dat velen van jullie hem wel kennen. In ieder geval, hij is groot op Fortnite, et cetera. En hij heeft een video gepost. En het is volgens mij een soort van announcement. Moet je kijken. It's time to say goodbye. Don't worry, I won't be gone long. I never thought this would happen. But I'm so excited. So nervous. When I return, I'll look different. You'll see what I mean tomorrow. But for now, goodbye. I'll see you all in 24 hours. Ja, hij heeft 9 uur in de avond deze video geplaatst. En hij zegt dus goodbye. Maar hij zegt ook dat hij over 24 uur dus een soort van announcement heeft. Dus dat betekent dat 9 uur in de avond dat we een creative map in de gaten moeten houden. Jawel, namelijk deze creative map moeten we in de gaten houden met de code 5135877829901. En daarin wordt iets laten zien. Maar wat gaat dat zijn? Zou het kunnen zijn dat LEA zijn eigen skin krijgt in Fortnite? Het zou wel leuk zijn natuurlijk. Alhoel, ik moet zeggen, het filmpje, de skin in het filmpje, die leek al best wel op LEA. Maar ja, het is niet officieel LEA. Maar het lijkt me super tof voor hem natuurlijk. En we gaan er allemaal achter komen. Nog een paar uurtjes, waarschijnlijk als je deze video kijkt. En dan is het 9 uur in de avond. En dan gaan we er achter komen. Ik zal het morgenochtend ook eventjes behandelen. We gaan door naar het allerlaatste dingetje alweer. Ja, en dit is gewoon eventjes een vage. Namelijk, op een of andere manier krijgt deze guy fall damage. Maar het is heel erg apart. Ja, allereerst, hij zou eigenlijk geen fall damage moeten krijgen, omdat hij, zeg maar, weggeschoten werd. Want je krijgt daarvan geen fall damage. En ten tweede, hij landde in een bush. Dus het vage is, hoe kan je dan fall damage krijgen? Het lijkt op een soort van glitch.
Geen idee hoe, maar ze moeten het denk ik wel eventjes gaan oplossen. Want ja, dit kan vaak voorkomen. Dames en heren, dit was het einde van de video. Ik hoop dat je het hebt genoten. Druk dan natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. Daarmee support je namelijk heel erg. Abonneren kan natuurlijk hier beneden. Zak te veel vraag kun je gebruiken. En ik zie jullie allemaal weer bij een nieuwe video. Peace out.